Voilà, alweer een nieuwe maandag, en dat is de weekdag. Waarop uh, de nieuwe talkshow van uh, Live Comedy beluisterbaar is. Nu, Normaal start ik altijd met mijn gast voor te stellen met zo'n mooi gedichtje of iets dat rijmt, en dan aan eindig ik met uh, de naam van de gast. Maar nu. Ja, Het lot heeft besloten dat bij u anders gaat lopen. Ik, er zit hier al iemand voor mij die nu zo wat shit, gaat er komen. Ik, ik... heb vannacht gedroomd. Ik, ik, ik doe dat nooit. Ja, nee, over, over zo'n gasten die ik ga voor mij hebben. En nu. Hij kijkt al angstig, uit zijn ogen. nou weer nee, nee, nee. Um, nee, ik heb gedroomd. Ik had een interview, een dubbel interview, met jou en Kevin Kostner. Ik vond eh, het indrukwekkend dat dat dan met jou is. Uh, want jij bent Otto-Jan Ham. Niet min, hè? <laughs> Nee, maar hoe cool zou dat zijn? Ja, maar dat zou cool zijn, hè? Maar, Kevin Costner, wat... waar haalt je hem nog vandaan eigenlijk? Ook al, ja, ik denk onlangs nog hebben we zijn nieuwe film op Netflix gezien, ah, ja. vandaar denk ik. Um, maar het eindigt daar nog niet, hè? Het is nog niet gedaan. Wij hebben met z'n drieën. Nee, 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 nee. nee. Dat, okay. dat ook niet. Het is nog indrukwekkender. Dus we waren bij hem. Ik weet niet, wij hebben dan. Een... Vliegtuig genomen, dat meestal die stukken, dat komt dan niet voor in een droom, waren ja. daar plots. Hij had zo'n mooie villa met zo'n mega uitkijk op de oceaan. Aan een klifachtig iets. En ik stond zo uit het raam naar beneden te kijken. We waren nog niet gestart met het interview. En in, echt zo beneden in het dal, daar was dan nog zo net aan de kustlijn, aan de, aan de zee zelf, ook nog een villa in opbouw. En uh, ik was zo aan het kijken, het was zo aan het stormen. En, en dat dat ineens gaat dat takken en verschuift een stuk van die villa. ik denk oh, dat is hier toch niet goed, maar we zitten nog een paar honderd meter hoger, dat is oké. Okay. en, uh, en uh, het ging erover dat ja dat is wel, there's a storm coming en zo en we waren met twee en we waren het voorbereiden voor het interview, maar dat komt wel in orde. en ineens kijk ik zo voor me en komt zo'n mega tsunami omhoog doemt op uit de kust. Ja, zo'n dingen droom ik dan. Hè. En dat was afgelopen nacht? Dat was afgelopen nacht. Zo ben ik vanmorgen wakker geworden. Het, het, het is ook niet gestopt bij die tsunami, effectief. Kevin zei, kom, kom, Otto-Jan en Elisabeth, we moeten nu elkaar vastgrijpen en gewoon bij elkaar blijven en gewoon dekking zoeken voor een mega tsunami die erop afkomt. En effectief, ja, twee minuten later, de, na een beetje... Water ingeslokt hebben, denk ik. Uh, zaten we op een rotje en uh, hadden we het overleefd met z'n drieën. Dat is eigenlijk het begin van Waterworld 2, dat jij hier eigenlijk beschrijft. Ja, ja ook altijd. Ja, wa, wa, wat we ook nog gaan zeggen of gaan vertellen het komende uur. Dat gaat nooit even naar, wat, wat, wat jij nu. Eigenlijk... Ja, ik, ik wou de show niet stil met mijn droom. Ja, maar... Dat is later, dat heb je wel gedaan. Ja, ik weet het misschien dat ik hem bewaar voor op tijd. Maar ik vond dat nu zo bizar. Ik werd vanmorgen wakker. Ik dacht: fuck, wat, hier, wat gaat er hier vanmiddag gebeuren? Gaat er hier in Gent een tsunami arriveren ofzo? Of het, het is wel de moment, hè? Als zo de de ik bedoel, het is de tijd waarin Notre Dame's in de, in de ja, vlammen voilà. opgaan. Dus, dus een voilà. tsunami zou eigenlijk wel niet op zijn plaats zijn. Hè? Ja, ja. Maar dat was 15 april. Maar ah. kijk, we zijn vandaag al een aantal dagen verder. is ja, dus ja. oké, okay. ik had een natte droom. In elk geval, het was een beetje anders gelopen dan dat ik het in mijn hoofd had. Je hebt tenminste nog natte dromen, Elisabeth. Je <laughs> is jezelf gelukkig. Maar de tsunami is er niet gekomen. Maar jij, wel, jij zit hier vandaag. Dat is het belangrijkste. Daarvoor zijn we hier. Ja. Totto Jan Ham. Hallo. Hoi, Alles goed? Jazeker. Tsunami overleeft, hier ja, geraakt. Ik ben hier geraakt, eigenlijk. Uh, um, we, we zitten... Ja, ik weet niet of mensen dat weten of dat ik dat mag prijsgeven. Je op... mocht dat prijsgeven? We zitten in Gent, in de Lange Violettenstraat. Nu staat er ineens zo'n aanschaflijn van hier tot Ja, dat zal wel. Mensen <laughs> zijn ook benieuwd hoe jij er echt uitziet en zo. Hè? Dat die, die willen jou komen opzoeken nu. Hè? Jou, hè? Mij niet dat weet hey, pas op, dat weet je niet. Dat weet je niet. Nee, mijn naam zegt niet zoveel. Otto-Jan Handa. Pas tegen. op, pas op. Maar goed, we zitten in de Lange Violette Straat. Mm -hmm. En uh, ik heb een hele tijd geleden heb ik gestudeerd in Gent. En ik heb ook op kot gezeten. Uh, en dat was ik echt vlakbij. Ja. En ik zei het net tegen uh, de mensen hier dat, dat ik toen recht tegenover een porteel woonde. En ik ben daar, en ik zweer dat ik mag doodvallen als het niet waar is, ik ben daar nooit naar binnen gegaan. En ik zat wel altijd, ik zat wel altijd door mijn raam te kijken. Geluurd, ja. Maar, ja maar, maar eigenlijk te weinig. Achteraf, nu denk ik van, allee, wat, wat kans had ik. En zo geen vrienden daarmee maken? Ik, ik vroeg er ah, wel, altijd... Tuurlijk, tuurlijk. Ik hoef altijd naar. Ja. Tuurlijk. Ja, maar dat, dat, dat is er nooit van gekomen. Af en toe kwam er eens iemand binnen of buiten, maar dat, was ook, dat gebeurde ook niet zo heel erg veel. Mm -hmm. En ik heb daar nooit, nee, nooit contact mee gehad. Maar dat waren ook andere tijden. Ik had ook geen geld, hè. Ah, ja. anders kunnen zeggen van ik ja. was er eens iets gaan drinken of zoiets maar ik kunt dat ook niet testen zo van wat krijg ik voor zoveel nee ja ja maar ik vind dat ik heb ik heb ooit tapele zien ja. <laughs> dat je zo met mijn vinger op de tepel mag drukken <laughs> ja. oh. maar op zich het heeft, het zijn allemaal mensen hè het zijn en toffe mensen waarschijnlijk ook zeker op ja, Zeker. Voilà. Ja. Maar je studeerde hier vlakbij. Wat ja. heb je eigenlijk gestudeerd? Um, ik heb uiteindelijk uh, communicatie gestudeerd aan wat tegenwoordig de Artevelde Hogeschool heet. Communicatie, de Vuilbakrichting. Absoluut. <laughs> nee, volmondig, volmondig. Ja, ja. Allee, dat is wat ze zeggen bij ons, hè? de mm -hmm. Vuilbakrichting. Ja, nee, maar. Maar, uh, maar, uh, maar, dat, maar je Vuilbak is heeft er wel, he? wel iets opgeleverd. Het is gegangen uh, het is, het is, het is gegaan. De Vuilbak blijkt he? eigenlijk wel mijn, uh, mijn, mijn, mijn biotoop te zijn, mm? waar ik het, uh, waar ik het, ja, het, 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 het aangenaam voor toevoe ja ja zo heel veel dingen bij je dat is uh, ja. dat is de definitie van uw, van uw carrière eigenlijk ja eigenlijk wel ik denk dat vaak ik ben in niks echt goed ik ben uh, uh, maar ik ben in heel veel dingen uh, 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 matig matig ja en, uh, en dat helpt en ik, uh, ja. en ik kan het wel over ik kan maar ik ben overtuigend matig ja zo multi inzetbaar met zo'n kei veel flair weet wat je, wat je dat? ja en dat is eigenlijk ook wel een klein beetje uh, ja, tussen heel grote aanhalingstekens, waar mijn carrière op gestoeld is, is, is op. Uh, ik ben, ben zo'n invaller. Mm -hmm. Er gaat iemand dood, of nee, 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 er is nog nooit <laughs> iemand dood gegaan. Maar zo, ik herinner mij, um, uh, ooit had je de ZAMU Awards, en dat was de voorloper van de Mia's en dat was in uh -huh. de Ancien Belgique. En op een gegeven moment ging Frank van der Linden presenteren, en die was toen uh -huh. een grote, uh, grote zanger en, en figuur. En die was ziek. En uh, in een soort van blinde paniek heeft de Ancien Belgique, die, die mede toen organiseerde, heeft mij toen gebeld. omdat ik daar toch altijd dronken zat. Uh, of ik dat wou doen. En er was eigenlijk geen enkele uh, valabele reden om mij te vragen. Want ik, ik stelde eigenlijk absoluut niks voor. Oma, oh, werkte je toen al voor. Wel studio. voor Studio Brussel. Ja. Maar, maar uh, ja, enfin, in, de, in, de, in de marge van de marge uh, mm -hmm. was ik daar actief. En, uh, en dat, dat was wat typisch zo. En als mensen mij vragen om iets te doen, dan zeg ik. Altijd ja. En voor mensen nu gaan stijgeren van... Ja, maar wacht eens, ik heb jou ooit gevraagd om Peter te worden... van de stichting Honden aan de Leiband. Niet altijd, altijd ja. Maar als ik voel van... Eigenlijk, bij mij is de regel... Als ik iets kan doen waarbij ik stevig op mijn bek kan gaan... Dat klinkt wel raar, maar dat is echt zo. Dan vind ik dat ik het aan mezelf verplicht ben om het te doen. Ja. Snap je? Als morgen, en dat meen ik echt wel... Dat gaat waarschijnlijk niet gebeuren. Maar stel dat morgen Real Madrid belt om te zeggen... Kijk, we zitten morgen met een belangrijke wedstrijd, de finale van de Champions League, en onze spits is overleden. Wil jij dat doen? Ik zou, dat, ik zou er onmiddellijk ja tegen zeggen. En niet omwille van... Maar gewoon omdat ik denk van... Oké, okay, dat is wel spannend. Ja. Ik okay. ben een, een heel slechte voetballer, hè, dus het, zou, het gaat nooit gebeuren. Maar... Misschien de goalplaats van onze Thibaut, als hij nog vaker uitgejouwd wordt, is misschien ja. aan u. Substitute. Daar zou je nog kunnen mee wegkomen. Hè? Hoe spannend is dat eigenlijk, dat idee? Stel je voor dat ze morgen zeggen van... Je moet in, aan een voetbalwedstrijd meedoen. Hoe lang zou het duren voor, voor, je, voor het opvalt? He, stel dat je, er, dat je er op zich dat, dat, dat mensen het niet weten, maar dat zou wel echt de ultieme test zijn. He. Hoe lang duurt het voor ze doorhebben van die gast kan absoluut niet voetballen? Ja, ja, als de... je met al die sterren speelt en die, als je gewoon zo'n beetje staat te huppelen en ja, doet alsof. Is dat je... Alsof... Ook onopvallend en toch, en toch wel ik deelnemen hoor, aan het spel? Ik hoorde de laatste Lionel Messi per wedstrijd slechts drie minuten de bal raakt. Dat is ja, oké, okay, maar drie gouden minuten waarschijnlijk. Ja, maar, nee, maar drie maar minuten, als je in die drie minuten niks al te gek. Drie minuten is, is op zich niet zoveel, hè? Nee, 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 nee. Dus als je gewoon het geluk hebt dat, de bal, dat je de bal raakt. en toevallig bij een medespeler... dat is al. oké, okay, dat zijn al 15 seconden weg. <laughs> ja. En als je dat gewoon drie minuten vol uit, dus, dus dan, dan kan je ermee wegkomen. Oké, okay, oké. Okay. Ik voel hier wel een ideetje. Misschien moeten we dan sowieso wel al onze rechten nu vastpinnen en ze al afkopen op dat ideetje. Dat zou leuk zijn. Ja, oké. Okay. Ja. En dan ooit, wie weet, zit er dan zo. Is ergens een Otto-Jan Han en de Sven de Leijer verstopt, zo in, in twee toploegen tegen elkaar? Je weet het nooit. Je weet het nooit. Zeg, en um, ja, in elk geval, we waren aanbeland bij dat je altijd de substituut toevallig. Hmm komen kansen eigenlijk aangewaaid. Zo is het dan een beetje. En dan word je radiopresentator, ja. dan word je tv-presentator, dan, uh, dan volgen er eigenlijk heel veel dingen Nou ja, nu lijkt, het, nu lijkt het alsof alles mij aangewaaid komt, en dat is ook niet echt helemaal het, uh, het geval natuurlijk. Uh, uiteindelijk... Dat heb ik niet gezegd. Hè? Nee, nee, maar, nee, uh... nee maar, maar ik wil zeggen, het, is, het heeft te maken met het, met het feit dat je, dat je moet bereid zijn om, om die rol wel te aanvaarden. En je mm -hmm. moet je daar niet te goed voor voelen, en je moet niet zo snel uh, verongelijkt zijn als het niet meteen komt. Mm -hmm. En dat is wel... Wat bij mij gebeurt, is... Ik zit tegenover jou en ik ben 40 momenteel. Mm -hmm. um, en alles gaat heerlijk. Op een bepaalde manier. Maar um, ja, dat heeft wel lang geduurd bij mij. Mm -hmm. En uh, zeker bij Studio Brussel, waar ik ooit begonnen ben, daar, daar werd ik langs alle kanten ingehaald door mensen die veel jonger en getalenteerder waren dan ik. En, maar voor het iets sneller ging dan. Ja, ja absoluut. Mm -hmm. En dat, op dat moment kan dat best frustrerend zijn, maar anderzijds is dat ook wel een groot geschenk. En dan moet je daar... Je moet, ja, Mensen zijn zo vaak en zo snel verongelijkt. Dat is, ja. Het maakt ook niet uit, je tijd komt wel als je maar, als je maar blijft ja. bokkig voortboeren. <laughs> dus dat heb je niet echt gehad, dat verongelijkt. Jawel, waarschijnlijk, maar, maar het, heeft mij nooit, het heeft mij nooit echt gewoon de das om gedaan. Ik ja. zal ongetwijfeld wel af en toe gevloekt hebben en gedacht: van wacht maar, maar uiteindelijk ja. <laughs> wacht maar. Ja. Tegen, tegen wie zeg je dat dan? Ja, ik weet niet, ik, ben, dat bal ik mijn vuist en kijk vaak naar Vaak zijn dat omhoog. zo de leerkrachten uit het verleden, maar bij ja. is dat dan misschien. Maar ik ben absoluut niet aan ik, ik, ik snap ook al de mensen die, die, die het destijds niet in mij gezien hebben. Ja. Volledig. En ik ben uiteindelijk ook gewoon wel dankbaar dat, dat ik iets uh, trager op gang gekomen ben. Ja. Oké, okay, ja, trager op gang, maar wel met heel veel dingen. Ja. Heel veel, heel veel uh, dingen op je palmares. Ja, stuur was, dat was de start hè? Ja. Toch? Eigenlijk wel, ja. Eigenlijk wel. Dat heb je lang gedaan. Hè? Ja, in zekere zin nogal... Faf, ja, nog altijd. Nee, ik... ja. ja, ze hebben je onlangs nog eens uh, ja. 100 stof gehad voor een, voor een klein projectje. Dat was, gra dat was heel grappig, inderdaad. Ja. Maar uh, daar is veel over te doen, Allee, veel over te doen geweest. Uh, dat, is nu, dat is nu veel gezegd. Maar het was wel zo even de vraag: van, oh, waar, waar halen ze die nu ineens terug vandaan? Ja. Die is toch geen gezicht meer voor Subaru? Nee, is, uh, dat, is, uh... dat vroeg ik ook toen ze me belden. Ik, zeg, ah, ik dacht dat je ging zeggen: ja, dat, ik heb dat zelf gevraagd gewoon Nee, nee, nee. Het nee, was heel grappig: ik kreeg een telefoon van de, van de Baselstudiobus, ah, van Jan jam, van Biezen. Ja. Ja. Uh, en die zei: Ik Mo moet u iets vragen. En kijk, af en toe word je gebeld. En dan weet je eigenlijk aan de manier waarop ze mm -hmm. hallo zeggen: eigenlijk al precies wat er gaat gezegd worden. Ja. Hetzelfde met slecht nieuws-telefoontjes. Als, iemand, van, als, als ik, iemand je belt en ze. Hey, Ottojan, ça va? En dan weet ik al van. Oh fuck, dit is hmm. slecht. En er gaat iemand overleden zijn. Ja. In dit geval was het. In dit geval was het meer waarschijnlijk zo. Hey, Ottojan. Uh, hey, ik weet het, uh, ja, ja. Oh, alles va? goed. En... Ja, 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 ja. Voilà. Zo, eerst het op de gaten alles goed. En zo nog eens. Even maar eens er, terug. Zat iets, er zat een soort urgentie in zijn stem. En, uh, uh, maar goed, ja, ik ben. Enfin, ik heb het al een paar keer gezegd. Ik, ik, ik ga het nog eens zeggen. Ik ben, ik ben ongelooflijk blij dat ik dat dat ik dat nog eens heb kunnen doen hè? want het was te gek, dat was iets. Uiteindelijk, studie op Brussel is, um, dat is mijn, mijn eerste lief. En um, hoe plezant is het om nog af en toe nog eens terug te mogen vogelen met je. Hey, dat is het echt. Dat, dat is ik echt. Dat nog eens echt, Weet weten wat? Eh, om dat het nog zo... eens van u af te krijgen, zo hoep, ja, dat het er nog eens af dat is. Maar is, dat, is, dat is bewezen. Dat, of bewezen nee, ik weet niet of dat bewezen is, maar dat zeggen ze altijd. Dat als seks met je, je ex-lief dat het dat beste is wat er bestaat. En dat wonder ik. Me. ken geen enkel ex-lief dat dat ziet zitten om nog te vogelen met mij. Um, Stubru heeft het gedaan. is het enige ex-lief dat, 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 dat af en toe nog eens gewillig <laughs> op de rug gaat liggen. En, uh, en uh, Te gek, ja. Echt waar. Het echt, uh, was, was heel fijn. Ja. Oké, okay, leuk maar ja. het, is, het is niet daar was je ook weer substituut ook weer zo de geen... reden waarom ze mij gevraagd hebben is en dat moeten we niet flauwe doen omdat ze niemand beter hadden oh tof hey, dat is toch maar dat, dat is toch een en, dik ja maar, en ik nu zou ik kunnen zeggen van hè, uh, al die tijd was ik daar en zagen ze het niet en nu dat ze eigenlijk niet meteen een, een goed alternatief hadden dan ik zou daar voor, je zou daar eigenlijk verongelijkt over kunnen doen ah ja zo had ik het nog niet wel ah, je, je ja, zou, dat, je zou dat kunnen doen terwijl ik denk van oh, fuck it heerlijk dan is het maar dat snap je mm Hetzelfde -hmm. als zeggen van ik ben wereldkampioen pingpong geworden omdat alle professionele pingpongers zijn overleden aan een ernstige ziekte dan kan je nog altijd blij zijn dat je toevallig wereldkampioen pingpong bent geworden snap je ja, ja, ja. en dat is de dat is, dat blijft, het blijft mij even waardevol en even leuk maar hadden zij een, 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 een toffe, goede gast gehad, die ze daarmee die had kunnen brengen wat ik heb gebracht, dan hadden ze dat uiteraard gedaan. En ik bedoel, het is echt niet, en ik bedoel, hoe, hoe, hoe goed we ook samenwerken, het is echt niet als een cadeautje voor mij dat dat gekomen is. Nee, nee, nee. Dat zou nee. wel heel raar zijn. Nee. Dus, uh... Maar het was plezant. Heerlijk. Het, is, het was, zoals heel veel dingen die ik doe, was het heel. Aangenaam, ik moest niks doen. Alles werd voor mij geregeld. Het was, uh, het was een droom. Ja. Ja. Zeg, en dan van Stubru naar tv-werk. Uh, sowieso was je wel eens een aantal keren bij een paar programma's zelf. Eerste gast, is het dan daarmee? Zo in? is het gegaan. Dus ik zat, ik was op dat moment helemaal zelfstandig en ik zat vooral bij Studio Brussel. En ik dacht op dat moment aan, eraan om een eigen productiehuis te beginnen. Mm -hmm. Waarom? Omdat op de VRT was er weinig interesse om bij mij televisie te maken, mm -hmm. Ik heb daar ook misschien niet hard genoeg om geschreven, maar ik wou dat wel heel graag gaan doen. En ik weet dat ik zelfs op een bepaald moment een volledige eerste aflevering van een programma gemaakt heb. Zelf? Ja, en dus ben... productie, dingen, alles. Alles. En dan ben ik gaan afleveren aan Canvas. Dat was heel grappig. Dat duurde 50 minuten en dat ging over geestelijke gezondheid. En uh, dat was hier in Gent gedraaid. En was, ik had dat met Geen muziek en alles. Tien, hè? Dat kan niet, hè? Dat was... nee, Ik had wel een cameraman ja, hè? Ja. Dus ik had, en, en die had dat gedraaid en ik heb het dan zelf gemonteerd. En, en, uh, en, ik, en ik heb toen naar de toenmalige baas van Canvas gestuurd: Kijk, ik heb een programma gemaakt en uh, uh, programma-idee. Maar normaal gezien moet je dan zo'n pitch en weet ik veel wat. Ja, maar gepasseerd dat, gewoon dat doe direct ja, in het ah, En ik weet ook dat hij zat en die, ik mocht dan langskomen. Ik zeg: Ja, ik heb deze aflevering bij. En die schrokken alle twee. Ik zeg: We kunnen eens kijken. En <laughs> ik had mijn computer en dat duurde 50 minuten. En na 10 minuten had hij ook iets van: Ja, bon, Stuur dat maar door. We gaan daar nu niet naar kijken. <laughs> Waarschijnlijk was dat ook niet. Maar hoeveel ballen heb jij aan uw lijf ah, maar dat heb ook... ik altijd gehad zo. Ja. En eigenlijk um, geldt dat bijvoorbeeld voor de theatershow nu ook dat ik gedaan heb. Um, ik wou er al lang doen en ik denk dan van, fuck it, ik ga dat doen. En ik wist ja, alweer dat stopt. Dus ik wist, oké, okay, dan kan ik ermee stoppen. Dan ga ik tijd hebben. Dus ik heb diezelfde avond heb ik. Uh, gebeld naar een vriend van mij die in een cultureel centrum werkt. Ik zei, hoe werkt dat eigenlijk? Hè? Hoe moet ik dat doen? En die zei, ja, je moet een mail sturen met een foto van jezelf en een tekstje, wat je gaat doen, en je moet je wel haasten. Dus ik heb diezelfde avond, heb ik, dat was op kerstavond, heb ik alle zo'n speellijst van, ik denk, Michael van Peel of Jan Jaap, gepakt, heb ik al die adressen zitten opzoeken. Ik heb er allemaal een mail naar gestuurd van, ik ben Otto-Jan, en ik, uh, ik heb een, een voorstelling gemaakt, en, uh, en dit kost ik. En lag die toen al? Lag er al dan tekst lag nog lag er... helemaal niks. En dan heb ik doorgestuurd, en toen is dat... Beginnen gaan. En, 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 en zo is dat gegaan. En laatst zat ik te denken: van, want het gaat eigenlijk wel heel erg goed en het is heel leuk, de tour. En ik dacht: vaak ah, ik wil wel verlang, verlengen, maar ik moet een beetje kijken met timing, dat ik alleen echt zalen eis toe die ik echt heel graag wil doen en die er nu nog niet bij zaten. En dan denk ik ook: van, ik, ah weet je wat, de kleine comedie daar wil ik eigenlijk ook spelen. En dan stuur ik een mail naar de kleine comedie en dan dan stuur ik van, hé, hey, hallo, ik ben Othjan. Ik doe een tour nu in België. En dat gaat eigenlijk supergoed. Mensen zijn enthousiast. Dus uh, mochten jullie plaats hebben, ik doe het. Zo. En uiteraard komt er dan een paar dagen later, en dat zijn Nederlanders natuurlijk, komt er een mail terug van, hallo Othjan, dank voor je mail. Wij zitten vol tot 2023. En zelfs als we niet hadden volgezeten, hadden we het niet gedaan. <laughs> Want we kennen jou niet. En is zo. Want we kennen jou niet. En dat is zo, en, ja, en dat zo bam. En dan, dan ben ik zo nog een fractie van een seconde, ben ik zo uit mijn lood gezagd. Ik denk, maar jongens, kom aan. Welke kans uit je schiet. En dan pas besef ik van: wat, wat steek jij ook uit? Je passeert al die stations. Je, 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 je denkt maar dat iedereen op je zit te wachten. Zo. En, maar ja, soms werkt dat, soms werkt dat niet. En, en af en toe moet je inderdaad zo een klein beetje ballen tonen of zoiets. Ja. En dan, dan, ja, dan lukt het zo. En als het dan niet lukt, ja, fuck it. De mensen hebben gelijk. Hè? Ja. Ik zal nooit zeggen dat die, die mensen van de kleine comedie die gaan zich spoeien. Maar ja, dat is zo. soms denk ik ook van, ach, waarom ook niet? Nee, nee, soms moet je gewoon in een lokaaltje gaan zitten met de baas van Canvas en 50 minuten van je eigen materiaal tonen. Ja, achter, achteraf denk ik van, ah, maar ja, kijk. Ik ben ook, mijn eerste gesprek bij Woestijnvis was ook, want ik dacht op dat moment van, ik heb superveel goede ideeën voor tv-programma's. En ik weet dat ik aankwam en er was een gesprek met Jan Eele. Het was een beetje via Jan Eele dat ik daar zat ook. Die had mij zo wat opgemerkt bij Studio Brussel. En uh, Olivier Goris zat daarbij, ik denk Tom Leenaits mm -hmm. en Erik Wattee. Dat, dat, ja. en, um, en er was een gesprek met mij dat ze hadden. En eigenlijk wisten ze op dat moment al, heb ik achteraf begrepen, dat ze dat reisprogramma, dat ze dat met ja, mij wilden ja, doen. Kan en, ik, en ik was daartoe gekomen, ook weer met allemaal tv-programma's, dat ik dacht, ah, dat wil ik doen, dat wil ik doen, dat wil ik doen. <laughs> en, en, zo, en ik weet dat ik op een gegeven moment ook, dat hij dat ook, ook dachten van, ik zag zijn hoofd schudden, van, oh. ik zei, en ik leg ook letterlijk tegen Jan zei op een gegeven moment van... Uh, ik, ik denk ook, ik weet ook zeker dat ik dat heel goed ga doen. En als je wilt, begin ik volgende week met uitzenden. En ik was er echt van overtuigd, dat kan ik. En dat is, dat, is, dat is bluff, dat slaat nergens op. Maar ergens denk ik ook, je moet gewoon soms... Waarom ook niet? Ja, ja. Je kunt mij, stel dat je, dat je nu tegen mij zou zeggen... Oké, okay, morgen uh, moet je een voice-selling geven voor, voor, voor een volledig... Uitverkocht sportpaleis. Ja. ja, ik ga dat wel met heel veel plezier doen. Ook al weet ik dat ik 24 uur heb om iets te schrijven, om iets te maken. Dat vind ik altijd te gek. Maar ja, dat is dan het ding eigenlijk dat je het niet, dat je het niet in theorie ligt te verkopen, maar gewoon ineens bewijst in de praktijk. Gewoon en ja. aldoende. En als het fout gaat, dan gaat het fout. Hè? Ja, maar van al die programma-ideeën toen. Dat, dat is dan eventjes van tafel geveegd, want het was eigenlijk al, al in de jackosh om het is nog vet te doen. Ja, ja, eigenlijk, eigenlijk inderdaad. Ja. Dus was dat een... hebben we wel een beetje in hun bak geschoven. Ja, gekregen. maar dat was wel, ik, 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 ik vond het wel leuk, maar ik, op dat moment ik, ik reis ik niet zo heel erg graag. Mm. Ik, of... ben, ja, dat is zo, zo, ik ben een beetje bang van vliegen en zo, dat is wel echt gebeterd al. Maar zo, zo dat, dat stak ik ah, er wel een oei. beetje tegen. Okay. Ja, ja. ja. maar eens op bestemming. Is het okay? Of is het okay. ook Danny. Is dat zo iemand... Jij bent zo iemand die op. Nee, 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 nee. ik vind het ook wel de... leuk, maar dat, is wel, dat was altijd hard werken. En die, die gasten op die werken wel altijd hard. <laughs> en dat is oké, okay. maar daar zat ook veel bijvoorbeeld verborgen camera bij. En, en uh, dat is iets waar ik me heel ongemakkelijk bij voel. Mm. Dat is iets zo Jelle de Beulen. Of, of, of nog erger, Koende Poiter of zoiets. Die vinden dat heerlijk. Leuk haakjes. vindt dat geweldig. Ja, ja, dat zit in hen. Ja, en en, en die ik vind sch dat schaamte. Scha ja. Ik ga dood Sarah van Deuzen van Kenji. Ook, die is, ja, die is ja. ook zo. Die vindt dat heerlijk. En, dat zijn dingen dat ik echt... Dat ik ga dood. Empath Uw empathisch ik vermogen is misschien nog te groot. Ja, ik denk het. Ja, ja, ja. Ik kan dat niet loskoppelen op zo'n ja, moment. Ja, ja. Dus is, ja. Maar goed, maar verder was, ben ik wel blij dat ik dat gedaan heb. En ja, ik vind dat een heel ja. mooi programma. Inderdaad, maar dat zit al verder weg. Ik denk recenter zaten we dan aan de ideale wereld ja. vooral. Hè. Dat heeft jaren... Vier, vijf jaar? Vijf. vijf. Ik heb dat vijf jaar gedaan. Vijf jaar gedaan. Ja. Um, uh, dat, was, dat, dat was jouw grootste brok-aandeel van de laatste jaren, samen met Hotel Romantiek. is toch ook ja. wel... Goed gescoord? Ja, ja en ja, nee, zo, dat scoort goed en dat, dat heeft een. Uh, uh, mensen, uh, Dat krijgt, krijgt goede reacties, of zijn volgen goede reacties op. Dat zijn geen kijkcijfers, laten we eerlijk zijn. Maar, nee, okay, maar het is een product om trots op te zijn, dat toch een bepaalde uh, aanhang heeft, waar ja. de mensen toch. Uh... Ja, ja, en, en de ideale wereld is wel echt een. Uh, dat zal ook. Alleen niet, ik ben niet van plan om, om te stoppen of zoiets, maar de ideale wereld zal wel aan het einde van mijn leven iets bijzonder blijken te zijn mm. geweest nee. voor mij dan ook persoonlijk. Ik heb daar, uh, ja, dat is, dat is uniek geweest uh, wat ik daar heb mogen doen, kunnen doen, kunnen mm -hmm. leren, met wie ik heb kunnen samenwerken en in alle bescheidenheid denk ik ook wel dat ik daar iets van heb kunnen maken en, en, en dat dat programma iets betekend heeft. Ja. ja, ja. Um, ja, dus, maar ik, ben, ik, ben, ik heb nog geen seconde spijt gehad dat ik weg ben, voor alle duidelijkheid. En het nee, is ook nee, helemaal nee. weg uit mijn hoofd nu. Ja, dat is zo. Ik ben de jeugdbewegingen vroeger. Ja, of zo. zo exact, dat. Ja. je bent weg en het is gedaan. <laughs> en het is, niet, het is ook echt niet meer mijn programma nu. Ja. Ja. Dus je zit niet meer aan zee de komende dagen. Nee, maar ik was wel aan het overwegen, omdat we nu. Ik zit in Gent. Doe eens een verborgen camera dus zit me ervoor. Nee, dat zou ik niet doen. Maar, maar, maar eventueel, ik dacht van misschien ga ik wel eens dag zeggen daar. Maar ik wil ook niet, want ik ben ook een beetje bang. Ik wil ook absoluut niet. Voor jan Jaap's voeten lopen of zo. Ik, heb, ik heb, ben daar ook echt nooit mee. Af en toe kom ik er langs omdat ik nu eenmaal. We werken in hetzelfde gebouw. Mm -hmm. En er zijn, daar werken nog altijd een paar mensen met wie ik heel dik ben. Dus, uh, dus met wie ik veel praat. En, en, maar ik, ik, wil, ik wil niet zeggen wat ik van het programma vind. Of, of ik, het, ik, ik, ik zie het ook niet zo vaak. En dat is gewoon puur omdat. Ja, wat ik zeg, het heeft allemaal geen zin om daar uitspraken over te doen. Nee, nee, nee. nee. Maar het is plezant geweest. Plezante periode. Uh, ja, een zeer waardevol, Absoluut. Mm. Ja. En nu tijd voor nieuwe dingen. Ja, en je bent volop bezig ermee met twee programma's voor Canvas. Ja, dus één uh, daarvan is opgenomen ondertussen. Dat heet Brain Man. En dat uh, is een documentairereeks over het menselijk brein heel interessant. En dat heb ik gemaakt met mensen. Dat is een co-productie van Woestijnvis en de, de Nieuwsdienst en Canvas. Eigenlijk drie de Nieuwsdienst partijen. en Canvas, okay. ja. dus dat is echt crazy. En, uh, dus, dus, uh, en dat is eigenlijk ook. Ik presenteerde, of ja, presenteerde. Ik ben zo het onderwerp van die reeks, omdat het mijn brein is waaraan gemorreld wordt. En ik word bijgestaan door Bart van Peer. En Bart van Peer is het grootste komisch talent dat er in Vlaanderen al jaren rondloopt. Oh, oké, okay. Bart van Peer. Kent je Bart van Sorry, Peer? Sorry, ja, nee, voor ah, mij maar dat is dat onbekend. Bart, dus, je kent Bart, goed, Bart uh, of ik ken hem wel. Of ik ben heel slecht met namen, goed met gezicht. Ja, dus Bart kan ook is een van de, was een van de mensen van de Ideale Wereld ook. Mm -hmm. die altijd, als, ik ga hem nu eventjes opzoeken. Als er, ja, als er, er, als er uh, een flik nodig was in een sketch, dan, dan was het Jonas Scheinheid en Bart van Peer. Ah, altijd. Ja, wacht. En Bart heeft ook samen met Lieve Scheinheid en Schepping gemaakt. Het zit ook in die entourage van lieve schijen en krijgheid. Uh, en is een impro speler, is een graficus, is een warhoofd, is een goud. Is hem dat? Daar is de grote Byte van Peer. <laughs> de grote, de grote van Byte van Peer. De grote van Peer. En Bart en ik vond het heel fijn om me, ik ken bite al lang hè. Maar uh, nu krijg ik een En en dus, dit gaat de laatste keer zijn dat er iemand bite van Peer heeft moeten opzoeken. Ja. Want daar, vanaf nu. Vanaf september gaat dat op antenne en dan wordt dat een, een, een ja, dat, wordt, dat wordt gigantisch. Um, maar, maar voor alle duidelijkheid, hij presenteert het samen met jou. Dan? Ja, dus hij, eigenlijk, is, uh, eigenlijk het idee is. Want jij bent het onderwerp. Jij ja, bent het Dus brein. Uh, mijn brein wordt, wordt verbeterd of veranderd en we gaan dat op allerlei manieren doen. En Bart is eigenlijk is, is de enige collega die ik op Ustijfens heb die, die een soort van wetenschappelijke achtergrond heeft. Mm -hmm. Dus is een soort buddy. En, en ik, waar, waar ik de het, 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 uh, 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 guinea pig ben, is hij eigenlijk de observator. Ja. En. Uh, uh, ja hoe zou ik het zeggen de, de, de man die het wetenschappelijk allemaal een beetje in het slotje houdt oké okay. en als jij dan uh, de guinea pig bent wil dat dan zeggen dat het ook wel echt gericht is op mannelijk brein mannelijke er is geen verschil tussen een mannelijk en een vrouwelijk brein. Het is okay. iets kleiner, het vrouwelijk brein, maar dat, is, dat heeft niks te maken met... Maar ik denk zomaar aan testpersonen in onderzoek. Wetenschappelijk vaak wordt dat dan afgeleid ja, binnen de zoveel en zoveel jaar. Uh, die, die ja, nee, maar het is... Functies, functies eigenschappen... Uh, we, uh, we moeten niet flauw in. Uh, wetenschappelijk stelt heel ons onderzoek weinig voor, natuurlijk. Omdat ik inderdaad, <laughs> als, je een, als je een testgroep van één persoon hebt, dan, 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 uh, tenminste, dan ga je niet gepubliceerd worden in de EOs, denk ik. Dus er zijn allemaal mannen zoals jij die ook nog een uh, uh, ja, aandelen hebben gehad. Eigenlijk, het, basically, wat, wat we gedaan hebben is, we hebben, we hebben gekeken wat kan er allemaal? Wat mm -hmm. is er, what's out there? En wat willen we eens proberen? En is er iets dat je kan lossen? Wat zijn een paar toffe dingen? Of... Uh, we hebben heel veel uh, leuke dingen gedaan uh, gaande van, moet ik even denken, want het is eigenlijk allemaal vorig najaar gedraaid. Vorig jaar, in het begin van dit jaar nog een beetje. Uh, niet zo ver weg. Uh, nee, het is nog niet Ja, bol. U brein uh, is er precies niet op vooruit. Ja, maar, gaat... het is, het is echt wel veranderd. Maar als je het niet onderhoudt, dan gaat het wel weer weg. Ah ja, oké. Okay, Dat okay, weet okay. ik ondertussen wel. Ja. Maar gaan er van virtual reality toepassingen in, mm -hmm. in therapievorm uh, tot um, uh, koude therapie, uh, hyperventilatietherapieën tot uh, meditatie. Uh, Elektroshocks. Uh, oh, oh, dat heb je ook gedaan. Ja, uh, en dingen. Uh, het gaafste van al uh, 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 dingen is psychedelica, dus uh, paddenstoelen. Ah ja, ja. Uh, ayahuasca en... en zo? Nee, nee dat niet. Dan niet, oh, nee. uh, Eigenlijk, ayahuasca is, is, is ook niet, niet zozeer iets van, van hier. Hè. Wij moeten het hebben van de psilocybine, ja, dat ja, zit hier ja. in de grond. Okay. En uh, dat soort dingen. En um, ja, allemaal wel, wel heel leuk eigenlijk. Ja, oké. Okay. En je hebt de verbetering gemerkt in je brein. Uh, of mocht, ja. mag je dat nog Jawel. niet zeggen? Jawel. Ja, komt tegen jou kan ik dat zeggen. Ja. <laughs> ja, het is toch dat er niemand meeluistert. Nee nee, 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 Wel is wel degelijk verbetering. Ja, ja oké. Okay. En dat hebt dan weg als je dat niet onderhoudt. Ja, maar ja, je kan moeilijk elke maandag paddo's nemen, hè? Helaas. Oh, heb je er niet wat mee? <laughs> nee, 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 nee. Ik ben sinds toen, want ik had dat nog nooit gedaan, zit ik echt te denken van, oké, okay, dat wil ik echt, dat ga ik blijven doen. Dat ga ik blijven doen. Maar hoe heet de stof? Hoe heet de? Psilocebine. Ja, dat zit eigenlijk in de. dus Dat is uh, illegaal in, in, in België, maar in Nederland is dat legaal. Uh, niet de paddenstoel zelf, maar wel dat truffel, dus het, het ondergrondsgedeelte, maar dat is hetzelfde ja. actieve bestanddeel. Psilocebine. Ja, en ik kan er van alles over vertellen. In de reeks zit er ook heel veel uh, uitleg over. Want het gekke is, ik, uh, ik drink niet, ik rook niet, ik gebruik geen drugs. Uh, maar, uh, maar dit vond ik wel echt te gek. Ja. Omdat waar je bijvoorbeeld bij, bij alcohol of bij drugs dat eigenlijk gebruikt om te ontsnappen aan iets te verdoven. Te ja. verdoven ga je bij die psilocybine, ga je eigenlijk. Hoe zou ik het zeggen? Ga je eigenlijk graven? Ja. dan Ga je nieuwe dingen openzetten van je brein? Eigenlijk wel. Wat het ja. doet, wat het eigenlijk doet, uh, 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 zonder al te veel prijs te geven, maar wat het doet, is eigenlijk gaat het bepaalde uh, onder, of, uh, bepaalde gebieden in je brein lam leggen, uh -huh. waardoor je brein verplicht is om nieuwe verbindingen te gaan leggen. En dat maakt van alles. Ah, oké. Okay. En wat legt het dan lam? Weet je dat? Het ja. is dus niet dat ik plots niet meer kan praten ofzo. Dat, kan, uh, dat maar, kan. Maar ja, het is echt. Maar het is, uh, ik ben geïnteresseerd. Uh. Ja, zeker. Maar, maar ik, wil, uh, ik, ik, ben daar, ik praat daar graag over, want ik vond, dat, ik vond dat fascinerend. En er is ook echt... Want dit is... Uh, ik bedoel, ik zeg dit niet als een soort van... Uh, 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 hoe zou ik het zeggen? promotor voor, voor, voor drugs in het algemeen. Maar, maar er is ook... Er uh, is een, een, medisch, of een wetenschappelijke grondslag aan natuurlijk. Mm -hmm. En dat is een reden waarom we dat hebben onderzocht. En uh, in therapievorm wordt dat heel veel gebruikt en die resultaten zijn spectaculair. Ja. En uh, wij hebben dat gedaan ook in een soort van beschermde omgeving, want dat is heel belangrijk natuurlijk, de set en de setting. Doe dat niet als je naar de Gentse feesten gaat. En, en uh, ik bedoel, dat is het Oei. slechtste idee ooit om dat dan te gaan doen. Of ga dat niet combineren met andere dingen. Dat, enfin, maar, maar, of, en luister ook vooral niet naar mij. Er zijn mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Maar... Um, uh, ik, om één voorbeeld te geven: we hebben dat gedaan in een, in een soort van omgeving waar allemaal mensen van over de hele wereld, van heinde en verre kwamen, die om, om bijvoorbeeld, eh, het wordt gebruikt als uh, middel tegen angststoornissen, het wordt gebruikt om depressie tegen te gaan, het wordt gebruikt om verslavingen uh, uh, het hoofd te bieden en voor traumaverwerking. Okay. En er zat een, een, een vrouw bij uit Engeland, die een Griekse achtergrond had. En enfin, haar verhaal kwam er een beetje op neer, want je, je zit uit dagen, hè, dus je leert die goed kennen. En uh, die had te maken gehad met misbruik toen ze heel klein was. En, die, uh, en ik vond het stel van haar vader, en uh, haar vader was een Griek. En zij heeft die hele trip, uh, dat duurt zes uur ongeveer, ja. heeft zij in het Grieks beleefd. Dus, uh, ja. En achteraf zei zij dat zij al heel haar leven geen Grieks meer spreekt, dat zij niet wist dat zij nog Grieks sprak. Ja, ja, dus dat dat ergens deel... Dus kennelijk zit ergens in haar, heeft dat in haar brein gezeten. Heeft zij door de, de, de trauma en, en weet ik veel welke demonen. Heeft zij Alles dat altijd ja. uitgezet en gedacht: Ik spreek dat niet meer, ik beheers die taal niet meer. En door die, in die trip is ineens heel, dat, heel die taal weer ja. geactiveerd. En Was dat, dat denk ik, dat is ongelooflijk. bij jou zoiets, weg? Ik bleek Latijn te spreken. Nee, dat is nee. niet. Nee. <laughs> Niks maken. Nee, nee, nee. <laughs> nee, maar het klinkt wel cool. En we kunnen ja. het najaar ook campus. Dat is vanaf september, inderdaad. En nu zijn we bezig uh, met de opnames van een quiz. Een studentenquiz. De Campus, -cup. De campus -cup. Ja. Heel leuk. Heel leuk. Ik meen het echt. Ik dacht van tevoren... Ik heb vandaag nog tegen een collega gezegd van... Goh, een quiz? Hm, ik weet het niet. Ik, mij leek dat een soort tussendoortje, zeg ik me. Uh, misschien een beetje misplaatste arrogantie. Uh, maar ik merk dat ik daar enorm veel plezier aan beleef. Oh, ja, ja het is echt heel Maar je leuk. bent zelf geen quizzer of zo, nee? Jo, wel, eigenlijk wel. Alleen, maar ook niet, niet actief of zoiets. Maar ik, ik we vragen, weet veel van die ellende. Niet... Ja, ja. ja. en, uh, en, maar het is gewoon heel spannend om te doen. Het is leuk. En, en uh, ik kan echt. Uh razen, ik kan niet... Ja, het is echt leuk. Het is, dus ik denk dat dat echt heel goed gaat zijn. En dat wordt uitgezonden s'avonds laat op Canvas na de verkiezingen, dus er is alweer een troll kijken. Maar uh, jammer, want ik denk dat dat echt een heel goede quiz gaat worden. Maar ja, het is wel... Want het is met studenten, hè? Het, ja. is, uh, het is echt met, met ploegjes van uh, vrienden van de universiteit, of ja. van de hogeschool, die ja. tegen elkaar uh, ja. Klink. Allee, dat, dan gaan we misschien wel het publiek trekken, hè? Ja, jonge mensen die... Geen tv meer kijken, maar. <laughs> ja, het is dan niet, allemaal uitgesteld. herbekijken, uitgesteld kijken. Ja. Maar dan nog, het gaat om het ja. concept. Voilà. Uh, trouw blijven, niet, niet op de kijkcijfers, daar gaan we niet op blind staren. Fuck, ja. uh, fuck kijkcijfers. Ja. Maar hopelijk uh, <laughs> kijkt dat toch wel. Ja. Ergens een, een bomma en een, en een neef, en een nicht en een tante. Um, maar dan het leukste voor jou en het meest nieuwe, denk ik, uh, dat is jouw recente uh, project op, het, op de planken. Op de planken, ja. Ah, ja, het is, Je hebt het ooit met Stijn van de Voordeel al een beetje. Ja, gedaan. ja, ja, ja. Maar eerlijk is eerlijk, dat had Stijn eigenlijk geschreven. Ja. <laughs> eerlijk is eerlijk, Stijn dat uh, vooral. Maar dat is, bij alles wat ik met Stijn heb gedaan, is eigenlijk Stijn altijd een de leiding. Ja. En ik vond dat niet erg. Ik, heb altijd, ik werk altijd graag samen met mensen die creatief zijn. En Stijn is heel creatief. En ik vond dat prima. En dat was voor Stijn ook prima. Iemand die eigenlijk deed. Wat, wat... Maar ik wist wel van, ik wil, ik, wil, ik wil het nog eens doen. Ik vond het heel leuk. Uh, en dan wil ik het anders doen. Dan wil ik het op mijn eigen manier doen. En dan moet het beter worden. En, uh, uh, ja. en dat is nu gebeurd. <laughs> ja, ja ik, ben, uh, ik, ben, um, ik ben in alle bescheidenheid eigenlijk best tevreden over wat het, wat het geworden is. Het is, het is. het is gek. Het is gek. Want. Um, ik heb het er met Tom Bertels over gehad. Mm -hmm. Tom is al eens komen kijken. En dat was in de vooruit in Gent. Een show waar ik eigenlijk enorm naar uitkeek. Omdat ik hier yeah. lang gestudeerd heb. En dat was geen goede voorstelling. En daar baalde ik enorm van. Twee dagen daarvoor speelde ik in de stad in Leuven. En dat was een droom. Ik was. Ja, en nogthans, was dat goed, Het is ja. dezelfde voorstelling. Maar, maar het, ja, en. Het, het is, en daar ben ik nu wel aan het leren natuurlijk. Ik ben ongeveer 30 voorstellingen ver of zo. En dat, ja, soms valt een mop niet. En ja. dan is het, dat is onverklaarbaar. Want uiteraard, timing speelt een rol en weet ik veel wat. Maar soms is het, is het ook gewoon een zaal die niet reageert op een bepaalde grap. En in het begin slaat zoiets echt uit je lood. Ja. En je kan dat dan ook niet thuisbrengen. Ik, ik heb het nog nooit... Ik heb geen ervaring mee op de bank gestaan of een mop overbrengen aan, aan... Zeker niet tussen een massa publiek ja. en jezelf. Maar dat is, kan dat dan aan het publiek liggen? Aan jezelf? Dat, dat kun je niet... Ja, een combinatie uiteraard... Weet je... Sommige mensen lachen ook gewoon niet zo graag hardop. En, en ik ben zelf ook, denk ik, zo iemand. En dus dat speelt al een rol. En, en soms, sommige dingen liggen gewoon. Wat mij wel is opgevallen, is dat Vlaanderen echt heel. op een bepaalde manier toch weer zeer versnipperd is. Zo. Dat je ah, ja, ja. reacties en echt. En dat, dat, dat gebonden van... ook aan, aan plaatsen in Tuurlijk. En, en... en dan is er echt al een verschil tussen Warige en Roeselaar. Terwijl in mijn hoofd is dat hetzelfde. zo. <laughs> en. en um... Maar ja, ik heb dat altijd gehad. Ik heb, bij de ideale wereld waren er maar twee manieren waarop ik uit die studio kwam. Want dat ergens, ondanks uit dat dat televisie is, was dat wel heel erg live op een bepaalde manier ja. ook. En oftewel vond ik het echt heel goed, oftewel, en dat was 70% van de tijd, vond ik het verschrikkelijk. Ja. En haatte ik mezelf en haatte ik wat wij gemaakt hadden. Ja. En ik ben nu wel aan het leren om dat wel een beetje los te laten. Mm -hmm. En dat helpt bijvoorbeeld bij die quiz, is dat ook wel van. Wonden heeft geen zin, want je moet gewoon door. En hmm. hier denk ik dat ook. En soms... Maar die theatershow heeft je daar nog harder op. Met de neus ja. de feiten gedrukt. want ook, ik was, ik was naar een, uh, een andere podcast aan het luisteren. Ik luister altijd naar die van jou, maar ik luister uh, ook naar... Een heel goeie van... Je uh, liegen. Van de Volkskrant. En dat, dat was een inter en, uh, met uh, Alex Klaassen. En, uh, nee, 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 niet Alex Klaassen. Um, die gast van de, de Vliegende Panthers. Ik kan op zijn naam niet komen. Remco. En, uh, en die was aan het vertellen over. En die gasten die zijn huge, hè? Ja. En die is nu met, met Martijn het een tour aan het doen. En uh, die was aan het vertellen ook dat hij in sommige zalen. Ja, krijgen die niet reactie? Nee. En gaat het dan niet helemaal? En dat, dat was heel herkenbaar. Ik zeg, ja, en misschien moet ik me daar gewoon bij neerleggen. Er zijn avonden waarin dat alles juist valt en alles goed gaat. En er zijn avonden waarbij dat dan niet het geval is. En dan kan je zelf achteraf een kwartier echt in je eigen nieren willen schoppen. Zoals ik dat altijd vroeger deed, alleen wou doen. Maar dat heeft gewoon geen zin. Het nee. is wat het is. En dan moet je voort. En uh, dan en... neem je dan gewoon nog eventjes de drugs van die dingen. Ah, maar ja, voilà, en voilà, zat... voilà, voilà. Dan is dat gepasseerd. Ik weet het, ik weet het. Ja, dat is wel even... Het is ook omdat Tom in de zaal zat, misschien. Dat was wel Want... uh, zo, absoluut. In zo hard balen dat Tuurlijk. zo... Tuurlijk. Maar dat was in, in Gent. Er zat, zat Tom in de zaal. zat Jelle de Beul in de zaal. zat Xander de Rijken ja, in de zaal. Fuck. En die zaten ook allemaal... Die zag ik allemaal zitten, normaal gezien. En nog een andere vriend <coughs> van mij. zoals het gaat, dus ik... Uh, ik... ik uh, ik speel heel veel met het publiek, wat ik heel leuk vind. Uh, en Want vooral, voor alle duidelijkheid, jouw show voor mensen die het niet weten is even goede vrede. Ah ja, dat is waar. Even goede ja. <laughs> en vrij interactief hè. Je probeert. Vrij in, maar interactief klinkt heel eng. En, en veel mensen uh, haken af als ze denken, interactief, ik doe niks met het. Ik bedoel, ze moeten niet dansen. Je moet niet. <laughs> nee, nee, nee geen... maar Iedere comedian is op zijn manier wel een beetje. Een... Ik praat graag met mensen en dat, 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 dat doe ik ook in mijn voorstelling. Ik ga eventjes neten, Doe, doe sorry. rustig, doe rustig. Ik zal. Ik zal... kan lawaai maken. Doe, ja, wacht. Anders oh. doe ik in tegenfase iets anders en dan, 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 oh, ja. uh, dan neutraliseer ik dat. Ja. Ik zuig. Jij blaast, ik zuig. Ja, Oké, okay. één, okay. twee. Het grappige <laughs> is: de mensen thuis die hebben nu een, een perfecte staande golf ja, gehoord. Ja, is dat hè? Ja. Er was geen overstuur. Niks, niks. <laughs> Maar uh, nee, ja? ik was aan het vertellen. Dus, in, 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 dus wat ik altijd, ik, ik, ik kijk de zaal in en ik zie meteen. Want ik, ik, speel, ik speelde een paar dagen geleden in Waregem dan en toen zat op de eerste rij, daar waren heel veel abonnementsmensen. Het was wel vol de zaal, was eigenlijk, was best leuk. Abonnementsmensen. Ja, hoe zeg dat je dat? dat? Kan. Mensen met een abonnement, ja, abonnees. Dus, is maar abonne dat een type wat dat niet lacht? Dus doorgaans een type die denkt van, ah, waar gaan een keer kijken? Dat is die van de tv. Daar. Ah shit. Ja. En dan begin ik. En dan uh, en er zat een oudere dame. Van een heel wit krullend haar. En daarnaast haar vermoedelijke zoon. En die, zoon heeft, die vrouw heeft me de hele tijd kwaad aangekeken. En die zoon heeft de hele tijd het hoofd geschud. Die heeft de hele tijd zo gedaan. <laughs> en dat was... Ik had het ook heel grappig, maar ik weet het dan. Ik weet, die zitten daar. Ik ga... En dan kan ik perfect uh, naar iedereen kijken, behalve naar die mensen. Ik kan dan perfect zo mijn, mijn hoofd zodanig bewegen dat ik die gewoon niet meer zie. Ja. En, uh, maar het omgekeerde gebeurt ook, dat je iets ziet. En dat je dan niet meer terugkijkt en dat je dan alleen dat onthouden hebt. En bijvoorbeeld in Gent zeg ik, een vriend van mij zat daar ook. En het probleem in Gent was dat de gasten, ik heb altijd een soort gastlijst. Normaal zit die altijd achteraan. En in Gent zaten die op de derde rij of zoiets. Dus de hele de derde rij waren bekende je. gezichten. En, um, en ik zag mijn vriend zitten en die was, op dat moment was hij niet aan het lachen. Oh, en dat was, niet, dat was ook niet, denk ik niet echt een mop, maar die, 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 die was gewoon aan het kijken. Wat normaal is. Maar toch in mijn hoofd was dat een probleem. Ja. En ik heb die niet meer durven aankijken en hij heeft de hele tijd gespeeld. Ah fuck, ja, het kan dan zo'n kleine. Ding en dat zijn, dat zijn kleine dingetjes inderdaad. Die, en ik, heb, ik heb van de tournee dat ik gedaan heb, tot nu toe heb ik uh, in mijn hoofd één dramatische voorstelling gehad. Dat is en... die van Gent dan? Nee, nee, Beringen. Oh. Beringen was dramatisch. Oh shit, sorry. Beringen, ik wou er in Beringen, nog eens Beringen ging, alle, ging alles een beetje fout. Beringen ook sowieso. Ja, ik ben alleen al, geweest Beringen. om op kamp te gaan met de Giro. Dat... Maar ik, het was, het was, ik dacht, ja, je kan het niet. Maar ik was, ook, ik was ook doodmoe en dat maakte je iets minder scherp. Bent. Uh, ik, daar zaten wel mensen in het publiek waar je het niet zo mee klikte. En dan viel de projectie ook nog een paar keer uit. En het uh, is when it rains, it pours. En yeah. dat gebeurde in Beringen. En Gent en Genk waren, wat mij betreft, dan waren zo de, de, de shows waarin het er gewoon niet uitkwam. En nu positief. Het was super fantastisch voor al die andere shows. Jawel, er zaten er echt een paar bij waar ik, echt, waar ik mega trots op ben. Mm. En waar de reacties ook echt super goed waren. En dat vind ik wel echt. Ik denk ook wel. Ik denk wel... Dat in elke zaal waar ik gespeeld heb, dat als ik een nieuwe voorstelling ga doen, dat ik ga terug mogen komen. Dat weet ja. ik 100% zeker. Ja. Ook omdat ik een heel aangename mens ben. Uh, <laughs> in, in, de om... omgang. in de omgang. In de omgang. Nee, nee, maar uh, dus, dus dat is voor mij ook heel waardevol, natuurlijk. Ja, ja, um, ja absoluut. Maar, ja. maar kijk, al bij al, je zei het net, er zitten er ongeveer 30 zitten erop. Hoeveel nog ja. te gaan deze maand nog? Nog zeven en dan is het maar... klaar. Ja, nog zes, zeven? Zes, zeven of zes. Ja, en ja, dan is het helemaal klaar. En ik heb ook net bedacht dat ik niet meer ga hernemen. Omdat ik denk, dat is mega cool Je hebt van die comedians die <laughs> dus duizend jaar met een voorstelling... En dan denk ik van, fuck it, ik ga gewoon een nieuwe schrijven. Yeah. Ook daar weer, ik dacht... Dat ik maar dacht maar moeite doen om... Uh... Ik dacht, ik ga, ik, ga, ik ga hernemen. En dan wil ik wat shows doen. Maar ik merk, en ik vind dat wel gek. Dus ik stuur dan een mail van, oké, okay, ik ben het hele volgende jaar beschikbaar. Laat maar weten. En dan, je wil niet weten hoe vaak je dus teruggooit... Ah ja, sorry, onze boekjes zijn dan naar de printer of zoiets, of naar de drukker. En dan denk ik: maar dat, dat, kan, dat kan toch, toch niet? niet. En en nu al. Ja, maar die zijn gewoon, die, dat programma ligt vol, eh, ligt, ligt vast en dat zijn budgetten. En ik snap dat ergens wel. En tegelijk denk ik: ah, ik, ik hou niet van dat soort rigide. Vooruit Ja. afgebakend. Ja, zo systemen waarbij dat je niet kunt zeggen: ah ja, misschien willen we dat ook nog wel. Want het is ook niet dat ik duur ben of zoiets. I nee. Maar ik snap dat wel, want dat is gewoon, maar dan denk ik van, ah, dat vind ik zo. Dat, dat. Maar, maar goed, dat heeft mij het geweer van schouder doen veranderen. En nu dacht ik, oké, okay, weet je wat, ik ga gewoon de volgende tournee moet echt moet gaan knallen. Zo. Dat, dat gaat hem waaien. en dan ga ik gewoon zo een jaar lang, en dan doe ik de kleine fucking comedy. TM op ja. die show. Ja, ja. ja, ja. Scheppen. Maar nu ben is, is, je bent er tevreden over. Ja, ik wou uh, ik, 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 ik ook, en dat geldt voor alles wat ik doe, ik wil ook geen prut afleveren. Mm. Ik, en voor elk televisieprogramma, voor elk radioprogramma, ik, ik, ik wil niet da, da, dat ik op een gegeven moment zeg. Ah ja, dat heb ik gedaan. Ja, dat was een beetje van moeten. En uh, Hole in the mm. wall. Of, of toen ben, heb ik inderdaad, uh, Love Island gepresenteerd. Of, of, of uh, allee, uh, alles doe wat ik Doe Moet je naam. Ja, ja maar ja, ja, het is... ja, ik bedoel, en ik snap dat, maar je wilt niet tegen Willen Dank bijvoorbeeld op televisie komen, of niet ten koste van alles. Een theatervoorstelling doen. Ik wil dat ook echt laten zien dat ik dat goed kan. En dat geldt voor alles wat ik doe. Als, als ze mij vragen om, om columns te schrijven, dan wil ik laten zien dat ik dat kan en dat ik mm. daarvoor ga. En, dat ik dan, en, en als, als dat niet lukt, dan. Ja, dan, dan heeft het geen. Afja, dan. dan zal ik me daar heel slecht bij voelen. Ja, maar ik wist ook dat, dat ik het kon. Ja. ja. Dat klinkt heel arrogant, hè? Nee. Ja. Het. het... Nee, punt. Je moet, uh, ik denk ook om daar te staan, moet je dat hebben, want anders uh, ga je ook echt pruut afleveren, denk ik. Ah, wel ja. En wat dat betreft zijn Kevin Kostner en ik eigenlijk <laughs> dezelfde. Vrijwel dezelfde. Ja. Ik hoop dat niemand is ingepikt in het midden, want anders begrijpt niemand... Waarom je Kevin en Costner Elizabeth er heeft een hierbij bij hebt. extreem natte droom gaat over Kevin Costner en ik. Man, tsunami golven van natheid. Van natheid. Terug naar de feiten van de dag. Het is tijd voor uh, comedy nieuws. Er zijn nog mensen, andere mensen dan u die ook toeren met een show. En heb ja, ja, ze zelf je... ook echt in geloven. Ja, en denken dat dat het beste is. Ja, en eigenlijk is het toch ook gewoon super tof ja. dat je iets maakt. En, en dat vind ik al waardevol. Ik ga echt naar. Um, naar collega's kijken, omdat ik ook echt waardeer dat die iets aan het mm. maken zijn. En ik ben niet zo iemand die zal zeggen als ze vragen hoe was ga ik altijd zeggen, en dat is niet huigelachtig maar dat ik het tof vond. Oh, ja, ja. Omdat ik het ook oprecht altijd cool vind dat die dat doen. Uh... En dan hebben we de jingle nog niet. Uh, sorry. Comedy nieuws moet ik zeggen, hè. En dan is het nu tijd. En dan is het nu tijd voor Comedy Nieuws. Uh, <laughs> belangrijke nieuws van onszelf eigenlijk. Uh, de niet zo serieuze Sprookjes, heb je daar al van gehoord? Dat heb is een ik zelfs al, luik... al uh, een van... stuk van gezien. Ja. Van gezien ben je gaan kijken naar de opname? Nee, 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 nog nooit. Maar, uh, dat, uh, ik heb internet thuis. V video uh, ook Ah ja, oké. Okay. Jij leeft op de wifi. Okay. Yep. Uh, de niet zo serieuze Sprookjes komt met een XXL, een All-Stars Edition. Dat is oh. wel cool. Hè? Maar die komt op de Gentse Feesten. Um, dat gaat ook live zijn met uh, tekeningen van Jacob Verstichel en. Maar ken je het concept wel. Ja, ja dus het is, het is geïmproviseerd gesproken, toch? Hè? Ja, en ja, het begint altijd met een titel, en het publiek ja. mag dan kiezen. Ja. Er was eens. Wat zou ja. jij kiezen? Misschien al een voorstel waar ze mee Als kunnen... ik in het publiek zat? Ja. Er was eens. Ik, ik bevries maf... altijd in dat soort omstandigheden. ja, maar Er was eens. Nou, nee, weet, weet ik veel, er was eens. <hijen> Kevin Kosner. Ik zou sowieso vanaf nu alles van, van Kevin Kosner <hijen> okay. laten stuiten. Uh, er was eens Kevin Kosner, maar hij heeft hem iets? Er moet zo'n context zijn die. Kevin Costner heeft, heeft zoveel. Uh, maar Kevin, Co wat, wat bedoel je? Kevin... Ah, wel, zoals bijvoorbeeld. Wat is er al in het verleden geweest? Ja, ja. Er was eens een loodgieter die niet kon. Ah, wel, er was eens Kevin Costner die. Um... <laughs> Ik ben zo ad het is een droom. Echt waar. En als je mee van dit soort spitse opmerkingen. Uh, van iemand die nooit om een leuke opmerking verlegen zit, wilt ervaren, ga dan naar uh, Even goede Vrienden. Nee, Kevin, er was eens Kevin Kosner en die, godmille zegt je, weet ik veel, die niet kon, die die, die, die. die niet met de auto kon rijden. Wauw. <laughs> ik heb, zo. Dus voor die Jongens, dingen. dit is niet opgeschreven, hè? dit komt gewoon voort uit dit echt, brein. Ja, dat is het. Jij is, hebt het mogen meemaken. De, hè? Ja, echt, ik ben me nu aan het voorstellen hoe dat jij een show hebt gemaakt. Mijn voorstelling duurt vier uur okay? <laughs> Ja. Oké, okay. er was eens Kevin Costner uh, die niet kon rijden. Ja. Um, <laughs> dus dat en nog zoveel meer uh, op de Gentse Feesten in de vooruit. Het worden de verschrikkelijkste Gentse Feesten ja, ooit. Op 24 juli niet mee, als je de drugs meeneemt, misschien nee, niet. Voilà. 24 juli in de balzaal in de vooruit. En dat is nog niet het enige, want oké, okay, de niet zo serieuze sprookjes. Maar er gaan ook veel try-outs zijn. Alexander de Rijk gaat zijn show daar try-outen. Oké. Okay. Daar ook. en dan aan dit ook nog met onze vriend Lieve Scher die daar ook nog eens een live in Nederland brengt ja te gek te gek Lieven is te gek <laughs> die is te gek past trouwens goed jouw uh, jouw jou hele uh, jouw hele documentaire reeks dat hij daar ja past heel goed bij eigenlijk zeker hem we, hebben hem, <laughs> we hebben hem ingehaald eigenlijk we hebben, we hebben, we hebben zijn uh, domein ingepikt <laughs> En dan, uh, last but not least, onze Rosse Vonk, Else Schipper, gaat daar ook nog eens... Uh, eens Try-out. ...er geen eind aan maken. Nee, ze, ze is al bezig met ze haar is show. Bezig, ja. ja. Ja, absoluut. Ja. En dan uh, nog een laatste puntje waar ik het over wilde hebben. Dat is wat er allemaal aankomt de komende weken. Het zijn wel toffe dingen, omdat er veel Engelstaligen op het programma staan. Ik weet niet of dat je er iets van hebt zien passeren. Eddie Izzard. Of... Eddie Izzard, ook. Ja, absoluut. Ja. Dat is de eerste die in jou komt. Uh, daar, daar heb ik, maar ja, ik volg jullie ook op social media en zoals ik net al zei, ik heb internet en zo, dus ik, ik ben daar wel mee doodgegooid. Maar dat is goed, hè, want dat is een grote naam. Hè? Eddie Izzard, ja. ja. Maar bij, vind je. Vind ik je ben niet goed? de grootste Eddie Izzard kenner, moet ik zeggen. Ja, kenner hoeft niet, maar vind, vind je. Jawel. Ik ben een. <laughs> nee, ja, maar ik, dat is nu niet zo. Als, als ze me Job vragen wel. van wie, wie vind je. Ja, ik ben, ik ben nogal een grote fan van, van, van alles wat Nederlands is. Mm. En, Heeft en... dat met je achtergrond te maken? Uh, ouais, ik denk dat wel. En ik hou echt wel enorm van, van Amerikaanse en Britse comedy ook wel. Maar Eddie hmm. Izzard, dat, dat zou dan bijvoorbeeld nooit een naam zijn die ik uh, als eerste gooi. Ja. En welke dan wel? weet we? hebben we. Ja, dat denk, ja recent zo ben ik wel echt enorm onder de indruk van Jim Jeffries. Minder ja. van zijn televisiewerk, maar ik vind hem echt. Wie ik week ook. Um, en aanvankelijk had ik het er niet zo voor, is Trevor Noah. En ik denk, ja. fuck, die is eigenlijk wel echt heel goed. Ja. En, en die is het allerbest als hij gaat improviseren. Ah, ja, en kan zo stemmetjes en alles. Dat kan Dat hij. Die kan hij ook heel goed. Ja. En gelukkig doet hij het niet te vaak, maar hij kan het wel echt heel erg ja, goed. Ja, inderdaad, hij, 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 hij merkt het niet uit in zijn show. Ik Dat heb recent zijn, uh, zijn autobiografie gelezen. Uh, Dat is toch nog een jonge kerel. Die is hè? heel jong, maar die, heeft, die komt wel echt... Uh, uit de groot gekropen. Mm. Die heeft echt, uh, uh, laten we zeggen, die heeft. Die heeft, die heeft uh, Oceaan overgestoken. Nou ja, het, het, uh, maar, maar die heeft echt iets opgegroeid in de, in, de, in de townships. En, ja, ja. en, 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 en dus, een dus, straf, straffe kerel. En ja, uh, die, 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 allee, als het gaat over de hedendaagse komieken, dan, ja. dan mag ik hem graag. Shit, ja, die staan nu niet in de Nee, 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 maar, maar dat maakt niet uit. Die heb je in je lijstje? Ik zal zeggen dat ik ze allemaal leuk vind. Ah, wel, doe jij dat? En ja. ik zal ze Dus Eddie Izzard hebben we Dink al ik. gehad. <laughs> 23, 24 april in Antwerpen. En in Brussel ook. Uh, Kevin Bridges, 26 april in Antwerpen. Mijn op één na favoriete Kev favorietste Kevin. Ja, voilà. Ja. Kevins heb ik ook veel in België, dus, en deze keer is het dan ja. een buitenlandse ja. ja, Dus dat is goed. Bert Kreischer. Ja. Gewoon, ja. Ik ja, ben <laughs> van Ik richt geen geen tof. Ja. Oké, okay, ja. Ja, bij kruiser. Uh, dat is uh, ook op de Schone Feestdagen 1 mei. Okay. Hebben we die in Antwerpen. Kan ik? Carl Barron. Oh. <laughs> Oh je chic. Je krijgt een ho. ho ja. chic. Ja. Uh, drinking with a fork, daarmee komt hij langs. Dat is een Australiër trouwens, ja, ja. wist je dat? Tuurlijk. Dat was Tuurlijk. wel heel adrem. Beter dan daarnet, als ik vroeg om uh, een te eentje. Oké, 12 mei in Antwerpen zitten we dan. Mm -hmm. uh, Dara O'Brien. oh. Oké, okay, die krijgt terug een ho. Oh. Nee, 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 een, nee, een beetje mixen, hè? Nee, nee, geef okay, ge geef, nee, 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 nee. geef hem uh, iets anders. Wacht, ik ga het terug doen. Nog okay. oh, een keer. Ik krijg nog een, een kans. Herkansen. Daryl O'Brien. Wauw. Voilà, veel beter. 22, 22 ja. 23 mei. That's it. Ik ben uitge. Dat was hem al. Ja, maar dat is voor komende maand. We hebben nog zoveel meer in ons. Het zit er zitten twaalf maanden in een jaar uiteindelijk. Hè? Ja, ja, ja. Dit al en één je weet, maand... onze boekjes zijn al gedrukt voor volgend jaar, dus <laughs> voilà. er komt nog heel wat aan. Hè? Ja, 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 ja. Wat ik ook gezien heb, is dat inderdaad zo. De, 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 de grote Nederlanders zijn allemaal aan het terugkomen. Hè? Absoluut. Jeep komt terug. Theo Maassen komt terug. Absoluut. Brigitte Kaander komt terug, geloof ik. Oh, ja. of is terug. Of ja. is, uh... Vorige week had het ook over uh, Nienke Plas. Ja, ken ik niet zo goed. Ja, moet zeker checken. Okay. Ik, heb ervan. Ik, heb, ik heb vorige week al genoeg benadrukt dat ik ervan van ben. Oké, okay, dan in dat geval. Voilà. Ik ga dat niet nog eens doen. Nee, 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 nee. Maar wat je net, wel, net zei. Uh... In een van de Nederlanders die uit het rijtje kwam, daar gaat Tom wel iets over vertellen. Dus we zullen hem anders even bij houden. Ik doe de tip van Tom. hè? Hij is erbij komen zitten ook. Ja. Oké. Okay. En wat ik net al gezegd heb, klopt. Als Tom Betels in mijn buurt is, dan presteer ik onder de maat. Dat gaat nu ook zo zijn. Oké, okay. komt hij. Oké. Okay. Okay. We maken het stil. Sjish, ja. De tip van Tom: groots. Groots in al zijn eenvoud. Echt, hè? Hey, hey, Tom. Tom. Dus vorige keer een applaus. Ja. Als Vendeleijer. En nu zo'n mooie aankondiging van Ottojan. Ja, ja, maar en geen applaus. Hij, heeft, stress, hij heeft, maar geen stress. heeft al stress gehad. Maar ik zie het een beetje, beetje lijk like ondertussen. Ja, maar ja, is ja. dat ja. met je, Tom? Blijkbaar. Ik weet het niet. Vind hoe... je stress in de zaal mee? Als ik weet het je... niet, zeg het eens. Ja, ik, ik heb dat niet bij u. Ah, Oké, okay, ja. gelukkig. Ah, voilà. uh, nee, uh, ja. jij beweert, Otto-Jan, dat je al weet wat er gaat komen. Nee, vrouw, als ik, uh, ik, ik denk dat ik, uh, als hij, hij gaat een tip geven, en ik, ik heb het gevoel dat ik weet welke tip die gaat geven. Maar je hebt in elk geval een Nederlander voor ons. Ik heb een Nederlander, Nederlander Nederlander. Nederlander. Uh -huh. Dan kan het niet anders zijn dan Najib Amali. Boom. Alsjeblieft. Kijk. Oh, je volgt onze socials, dat is oh. ook niet moeilijk. Ik vond er een heel goede foto van Najib. Omdat ik, uh, het lijkt, het is echt een van de beste foto's al die er van hem bestaat. Het ziet er ah. helemaal anders uit. Het is echt een hele goede foto. Ja, voilà. Ik ben ook wel fan van Najib. Ja, ja. Ja. Ooit al live gezien? Jazeker. En, en nu komt mijn hele leuke anekdote. Ja. Ik heb in Amsterdam gewerkt. En wij werkten op Amsterdam, in Amsterdam nooit aan de NDSM-werf. En, en dan moest ik elke dag met het pontje, het overzetbootje. En ik heb op een uh, late avond. heb ik eens uh, op het bootje naast Najib gestaan. En ik, ik met mijn fiets. en Najib gewoon met zichzelf. En we stonden naast elkaar. En ik zat de hele tijd te denken. Dus is Jeep Mali, daar Blijf ben je een fan van. Blijf kan kalm. Je, gewoon, je kan ook gewoon nu iets zeggen. En, uh, en, uh, en ik heb heel lang getwijfeld. Die die bootucht, Ik weet het 15 minuten van de NDSM naar, uh, naar uh, Amsterdam Centraal. En echt, vlak voor we waren, de poort ging naar beneden, en ik zat de hele tijd al met klamme handjes van ga je nu iets zeggen? En dan heb ik uiteindelijk, net op het moment dat dus de, de brug <laughs> ging, heb ik gezegd: alles goed. En, en toen zei Najib, Jeep. Goed hoor, jongen. En toen reed die, en stapte hij weg. Maar fijn. Dus dat was het gesprek dat ik met een Amali had. Maar jij nu ook weer al. Sven de Leijder zat hier vorige keer ook zo. En hij had ook zijn grote idool. En dan... Die Wie was zijn toe. grote idool? Um, Theo Maas. Theo Maas, ja. Ah, met Theo heb ik uh, gepraat. Uh, ooit dus, uh, op een evenement dat jullie hebben gedaan. Ja, oké, okay, maar ja. dan nog tegenover je eigen idool maar en dan nee, klap tegen... Ajipa Mali is niet mijn grote idool, ja, okay. maar dat is wel en... iemand naar wie dat, van wie dat ik dacht... Maar dat, dat is een fantastische mens en ik kijk er ergens ook wel naar op. Ah, wel dus als je niet meer kan opbrengen, dan alles, alles goed. Ja, maar alles ging dus goed. Dus dat is wel, dat is Denk je een... Hoe lang is dat geleden? Um, een okay. jaar of acht. Ik werkte voor MTV, zoiets. Een jaar of acht geleden. Dat is nog niet zo heel lang geleden. Eigenlijk. Nee. nee. Want het zijn hoogdagen waren daarvoor, hè. Oh, zijn die nu niet nog gaande? Dat stond een verschil, ja. Ik denk dat dat toen ik denk dat dat, ja, dat dat nog altijd hoog was. Oké. Okay. Ben u aan het denken of het, misschien langer niet, het zal, een jaar of acht geleden zijn. Tussen de tien en de acht jaar kom ik ervan af? Ja, dat was ja. inderdaad wel. Nee, ik kon niet anders dan Najib Amali te, te, te tippen. tippen. We hebben die net aangekondigd. Hij komt terug naar Vlaanderen na vijf jaar. Volgend jaar zes jaar. Zou het mm -hmm. exact zes jaar geweest zijn? Zijn vorige voorstelling, I am Hali, of I am Hali, dat, mm -hmm. dat was het eigenlijk. Um, dat was zijn vorige zaalshow eigenlijk. En daartussen heeft hij, nog een, nou, die heeft hij nog een soort van Best of gespeeld, maar die heeft hij alleen maar in Nederland gespeeld. Die is nooit naar Vlaanderen gekomen. Maar, maar Najib komt eigenlijk al heel lang naar Vlaanderen. Niet, niet van helemaal het begin van zijn carrière, maar wel al lang. Mm -hmm. Ooit begon met een Best of die hem één keer in de zaal gespeeld heeft, denk ik. En dan nog eens een paar jaar later. En ik ben, ik ben uh, niet enkel door Najib, maar toch wel meer door Najib, echt wel met comedy bezig. Mm. Ik heb die leren kennen oh. toen ik um, jong was. Oei, en dan, dan kijk hij zo in een ver verleden. Ik ben echt aan het tellen, ja, een jaar of twintig zal dat er zeker wel. van. Uh... Ik denk dat het de allereerste zaalshow is um, dat ik gezien heb op televisie. Fenevit hier ja en waarin hij zegt als Marokkaan kom ik graag bij de mensen thuis. <laughs> ja. Maar ik spreek over twintig jaar geleden. En da dat staat hier ook op zo'n ja. schone tegel. Nee? En um, ja, dat was samen in de tijd dat ik ook aan Steven leerde kennen en Joep al wel kende en wat andere Arien Sylvester. en mm -hmm. ik, ja, ik, ik was daar toch wel door begeesterd. En dan was dat ineens zo'n grote, grote comedie geworden in, in eigen land. Mm -hmm. En dan was ik toch wel heel blij dat hij uh, naar Vlaanderen kwam. De eerste keer was dat uh, by surprise, caught by surprise. En eens was dat aangekondigd en ik wist van niks. Mm. En de tweede keer heb ik, me niet, heb ik het niet meer laten ontschieten. En uh, sindsdien, ik vraag me dan sindsdien naar je organiseren. Ja? Ik vraag me altijd af als je naar, uh, wat recent was bijvoorbeeld Aien Lubach in Antwerpen. Ja. Dat hadden jullie gedaan ook. Hè? Ja. En ik vraag me dan af, zijn dat dan vooral de Nederlanders die in Antwerpen wonen? En dat zijn er heel veel die daar zitten, of zitten daar ook echt veel Vlamingen? Ik vraag me, me dan af in hoeverre dat die gewoon dat de Hollanders niet. hier ja. uh, bedienen. Uh, dat hangt er vanaf. Um, als een Kaandorp komt, dan is dat veel Vlamingen. Ja. Er zijn wel Nederlanders, maar die heeft ook een heel grote speellijst in Nederland. Dus dat, dat scheelt wel. Bij Arie Lubbach, ik denk dat dat toch wel. 40% Nederlands was. Ja. Dus niet te zeggen het die, of die dan Nederlanders die in Antwerpen wonen, of de Nederbelgen, of, of mensen die van Nederland specifiek naar Antwerpen komen. Het is, het is wel een uitje om naar Antwerpen te komen. Maar ik heb een keer Ronald Goedemond gedaan hier in Gent. En, uh, ik had verwacht dat dan een keer een uh, man, man of 400 ging, ging verkopen, dat verkocht dan supersnel uh, ten g helemaal uit. Maar dan bleek het ook allemaal Londen, Hollanders waren. Ah, ja, voilà. En wanneer mogen we hem verwachten? Hij komt in februari 2020. Mm -hmm. We verdelen weer een, een reeks in de uh, Capitol en dan een aantal dagen in de Schouwburg. Um, en we zitten ook in dezelfde week als Theo Maas en uh, Brigitte Kaandorp. Mm, het is gewoon Volgende Holland jaar. boven. Amai. Dus de week van uh, 14 februari, wat ik vorige keer al een keer vermeld ja. heb. Die week... de vuilnbak in, gewoon allemaal. De kroketten zullen niet aan te slepen zijn <laughs> in die week. <laughs> mijn, mijn droomscenario is eigenlijk dat we op 14 februari, waar we Theo Maas en Brigitte Kaandorp in Antwerpen staan, mm -hmm. staat uh, Najib in Gent. Mm -hmm dat we gewoon Najib nog eens in een auto steken, dat we na de show ergens in een café belanden met Theo en met Brigitte. Helt dan hè? En dat we daar nog eens uh, een warme thee gaan drinken of zo, denk ik. Want uh... ja, Najib drinkt niet meer. Oh. Dit is een lekkere gestemd. Of drinkt hij al terug? Nee 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 <laughs> nee, nee, nee nee nee. Ik ik uh, ook niet. Hij ah, is wat uh, is, is Najib van de drank? Ja, daar gaat zijn voorstelling ook een beetje over. Och joh. Ja, de voorstelling is waar was ik? Ja, wij heeft vorig jaar gecanceld. En het antwoord is... Hij, ah, hij want was, ik vroeg me net, net af, wat is er de voorbije jaren van dat jeep geweest ja, eigenlijk? want wel, heb... Vorig jaar was aangekondigd en heeft alles afgeblazen. En nu gaat hij ook, ons denk ik ook wel een beetje uitleggen waarom. Nee? Dat is in de voorstelling, hè. Mm. Dat gaat trouwens... Uh... Wacht, hè. Ja, vanavond. Dus ja, voor de, voor de luisteraars. Hij is vorige week in de première gegaan, in de Carré. Dus vanavond. Uh, de voorstelling heet Waar Was ik? En het gaat over waar hij was. En hij was uh, niet helder. En hij was uh, niet aanwezig. En hij was van patchen, of zoals men zelf zegt. Maar dat is gek, want in, uh, in mijn voorstelling gaat het er ook heel kort even over. Ik ben altijd bang dat ik daarmee zou gaan koketteren of zoiets uh -huh. op een of andere manier. Um, maar ik vind dat wel heel interessant. Maar ik vraag me af of dat een hele voorstelling interessant gaat blijven. Dat zal zou... dat moeten blijken, hè? Hij is niet de eerste. Hè? Javier Guzman heeft er al een paar over gemaakt. Uh, ja, dus is dat, Maar die blijft op. toch van het padje, of niet? Of, is die, of zit hij <kwijnt> alweer op een pad? Javier gaat, en hij zal dat misschien horen, maar dat is de waarheid, hij zal nooit meer op een padje zitten. Hè. Ja, 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 voilà. Ja. Maar ja, dat Najib maakt net, is, 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 is wel net zo padje, interessant. Ja. Ik, ik vraag me dan ook af, als ze terug op padje zijn, of dat interessant blijkt. Allee, da ja, wel, maar, dan... Als ik over mezelf spreek, ik, ben, uh, ik was leuker toen ik van het padje was. Ah, op voilà. een bepaalde manier. Die, dat is ik was verrassender, denk ik, denk ik zelf ja. wel eens. Op mijn mindere goede momenten denk ik van, ah kak, zat ik maar weer van dat padje. Ja. Uh, maar goed, ik, uh, van, ja, de, de, het is wat het is en uh, mate is nu mijn middelneem geworden. Voilà. Kijk. Ja, wordt af en dan toe... dan tijd is om... Om weer rust jeep... te gaan nemen. Ja, nee. Allee, af en toe <laughs> een om toe een dateje te gaan drinken. Af en toe een periode om even te zeggen, we laten de teugels vieren maar ja. die is terug strak Stru ja strak houden. Dus, ja maar ik... daar ben ik niet zo goed in uh, daar ben ik niet zo goed in als ik de teugels laat vieren gooi ik de teugels ook heel ver weg dat er geen dat, dat, ik, je echt, ze niet echt, vindt, dat ik nooit meer teugels vind zo deze ja. zomer de teugels loslaten ja nee in september strekken we terug oké ja. oké dat is goed ik zal het eens overwegen Najib, oké, okay, volgend jaar februari 2020 en dan uh, yes. daarna een teetje op café. Een teetje. Oké, okay, komt goed. Dankjewel, Tom. Graag gedaan. Dat is dus toch wat je dacht, hè? Wat bedoel je? De Najib. Ah, ja, tuurlijk. Ja, ja. anekdote en in een nee, nee, ik dacht dat zei zei: het is toch wel Je dacht dat ik altijd onder de maat presteer als Tom Beitels erbij zit. Ja, dat ook. Ja, dat ook, hè? Ja, ja. Nee, nee maar ik wist het niet zeker, maar je bevestigt het ook. Okay. Nee, nee, nee. Dat nee, is niet waar. Uh, we hebben nog een laatste dingetje dat ons te doen staat, en dat is tickets weggeven ah, ja. voor uh, Kevin Bridges. Uh, je bent nu quizmaster, dus ik verwacht wel van jou een goede quizvraag. Heb je het kunnen bedenken? Nee. Ik heb je tijd gegeven. Nee, gelijk ik. De net. I know. Maar ik was aan het luisteren naar Tom Beytels, zoals dus het. Goed. Het is beleefd. En, en, en het was, Ik hing ook aan zijn lippen. Ja, ja, ja. Uh, dus dus. Uh... Het is omdat hij er nog wel ziet, zeker dat je dat moet zeggen. Voornamelijk. Maar uh, <laughs> nee, 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 nee. Het was, het was heel Hij wil nog boekingen voor twee. Het... <laughs> ja, nee. <laughs> ja, je kan tickets vinden. Voor... <laughs> Ja. Voor Kevin Bridges, die okay. staat nog op 26 april in Antwerpen met zijn brand-new tour. Oké. Okay. Oké, okay. en uh, jij hebt intussen iets gevonden. Ja, dus ik, uh, wat ik doe, is... Uh... Oké. Okay. Ja, right. ik, ik, weer, ik weer... zal het er wel in mengen, maar nee, zeg maar. Nee, 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 nee. Ik, ga het ja? gewoon, ik ga het live doen, on the spot. Dus uh, Kevin Bridges is op zich een prima Kevin, maar... Er is altijd een betere Kevin en die heet Kevin Costner. Ja. Waar we het vandaag al vaak over gehad hebben, maar nog mm -hmm. niet genoeg. Dus ik laat een fragment horen. Mm -hmm. Ik ga het uh, imiteren met mijn stem mm -hmm. uit een film van Kevin Costner. En de mensen die weten welke, uit welke film, ja. die kunnen naar Kevin Bridges. Die kunnen naar Kevin Bridges. Ze, om het niet complex te maken. Je ziet een bodyguard. Wat je Ik weet het niet, misschien ja. een like well, tough guy. Dit is mijn disguise. Oké, okay, dat was hem. Dus je hoorde een vrouwelijke, zwoele stem die zei. Ik geef een tip. You look like a bodyguard. That's, that's, you don't look like a bodyguard. And, um... I don't know, I expect a tough guy. Ja, yeah. maar <laughs> jij deed nu precies what je niet moest doen. Uh. Maar verder geven we geen tips. Ik zie er ook vrijwel hetzelfde uit. Exact hetzelfde, inderdaad. <laughs> Dan moet ik wel nog maar weinig tijd in mijn leven, maar bon. Uh, inderdaad, je bent overleden. <laughs> ja. Dat wel. Dus van wel, uit welke film? Uh, Waar we net een stukje hebben uh, geïmiteerd, Elisabeth en ik, uh, kwam dit fragment. Ja. En, uh, mail naar podcast.livecomedy.be mm. <laughs> En je kan tickets zien voor Kevin Bridges. En dat is niet min, hè? Nee. Dat is niet min. Net als de show van Otto Janham, die ook niet min en kei tof. Het is, het is er niet naast. <laughs> en uiteindelijk... <clears throat> sorry, ik doe nog een paar shows. En... Ik heb nog een promo van op het einde. Ja, maar nee, maar het maakt niet uit, want, want ik denk dat de meeste uitverkocht zijn. Maar in, in, oh, in Menen Mene is er zeker nog plaats. In Menen is er echt nog heel veel plaats. Dat is denk de laatste. Ja, dat is de laatste maar of, of heel veel plaats, weet ik niet. Maar daar was echt nog wel plaats. Jij gaat uit met een bang in Menen. Ja, ik weet ook niet. Nee, nee maar ik verwacht daar veel van. Want ik heb al van een paar mensen gehoord: oeh, Menen, oeh. Uh, maar fuck it, daar, daar heb ik lak aan. Mm -hmm. uh, uh, Menen, dat gaat echt wel heel goed zijn. Maar. Uh, dan is het ook echt de laatste keer dat je die show kunt zien. Ja, want je gaat niet hernemen. herneem niet. Fuck dat. Fuck, fuck die them. shit. Uh, ik ben geen lui aap. Ik ga een nieuwe voorstelling schrijven. En als wij jou nou vragen om het nog één keer te doen op beginse feesten... Dan doe ik het. <lacht> 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 Consequent zijn is mijn middelneem. Nee, nee, nee. nee nee. Keihard. Ik doe... ik doe. Uh, nee, ik heb mijn voornaam... Kom aan, fuck it. Ik ga... Ik, ga, ik, ik plooi mij naar uh, de wil... Van, van de culturele centra die duizend jaar van tevoren willen weten wanneer je komt. Ik ga dat doen. Ik speel het spel mee. En ik ga een heel nieuwe voorstelling schrijven. die op alle vlakken mijn eerste voorstelling gaat overschaduwen. Op alle vlakken. Die alle twijfel gaat wegnemen. Ik zal eruit gaan met een quote van jou. Die hopelijk klopt, want we hebben het over de boeksjes gehad. en blijkbaar schrijven ze niet altijd het juiste. Ik hoef geen sportpaleis uit te verkopen. CC de Ploter zal wel volstaan. Ja, dat was vroeger. <laughs> Dat was vroeger. Ja. Ik wil, die, uh, ik, ik wil die... Gaat je die woorden wel hernemen? Ik wil een nee. kleine addendum. Uh, ik hoef <laughs> geen Sportpaleis uit te verkopen. CCC de Plotus zal volstaan. En daarna graag het Sportpaleis. Bam. En daarmee is de kousa. Dank Dankjewel wel, Otto-Jan, om te komen. Hè? Heel graag gedaan. Ah.